Goedenavond. Ik ben op stap met een Urban Explorer vanavond. We gaan kijken naar een oude soort fabriek. Ik weet niet hoe die precies. Maar goed. Nee, we zijn nu net een soort van gevlucht. Nee, we wouden zeg maar kijken, want het was een roldeur en dan kon je doorheen, want er was een soort raampje was daar uit. En zeg maar, met inklimmen maakt die deur nogal herrie. Ja, ik hoorde zeg maar iemand lopen en ja, eigenlijk na de hand even stil geweest. En er bleek dus echt iemand te lopen. Wat aan de ene kant ook wel fucking creepy was. Maar in ieder geval, wij hebben even gewacht. En, we hebben er, ik denk, 30 minuten gezeten. Ja, bij het teruglopen kwam eigenlijk een paar keer de bus van G4S voorbij. En dat zijn de beveiligers van het bedrijventerrein hier dus. Nee, die is niet helemaal geslaagd. Maar we geven niet op en we gaan nu nog naar een verlaten afgefikte hoerentent. Ik zal de naam niet noemen, maar volgens mij weten jullie het al. in ieder geval, we gaan even kijken of we David kunnen vinden en alsnog een leuke video kunnen maken. In ieder geval, ik check jullie zo. Nou, we zijn nu onderweg naar het gebouw waar we even gaan kijken. Wat hebben we er eigenlijk over te zeggen? Dat ik niet hoop dat de pooi langs komt. Nee. Dat is slecht, hè? Heel slecht. Nee, goed. We gaan even kijken of we kunnen in ieder geval naar binnen. We hebben al een keer research gedaan. De fotograaf hier, zeg maar. Die gaat proberen wat mooie foto's te maken door middel van light painting, zoals ze dat noemen. Maar goed, we gaan nu even naar het gebouw toe. En we gaan kijken of we wat mooie shotjes kunnen maken. En even kijken, daarheen. Ja. Je staat behoorlijk op beeld. Ik schuin naar binnen mijn zak proppen. Het is gewoon nog echt achtergelaten zoals we de vorige keer de research hebben gedaan. Dus heb ik het glas verder uitgetikt. Bizar, joh. Mooi, daar zijn vast. Hier komt die piep vandaan van. Best wel bizar hoe dit gewoon achtergelaten is. Gewoon zeg maar. Nou, deze bank heb ook zijn beste tijd wel gehad. Ik vind het hier best creepy, moet ik eerlijk zeggen. CV-ketel. Bizar, joh. HG, doet wat het belooft. Yo, ben je? Oh, ja. Fucking hell. Hier ligt iets. Daar ligt iets. Ja.
concept is. Maar ik knok hem meer. Ik heb het gezien. Maar goed, ja, we zijn er buiten gekomen zoals je ziet. Het was op zich best creepy, want alles is binnen gewoon achtergelaten zoals. Ja, eigenlijk zoals je het wel een beetje zou verwachten, een oud bordeel. We maken niks kapot. We zijn er alleen zeg maar, om de, ja, een documenteren, zoals de jongen hier zegt. Gewoon om dingen vast te leggen op beeld. En ja, meer doen we niet. Dus ja, zie ons niet als een inbreker of weet ik veel wat. Zoals waarschijnlijk ja, vaak wordt gedacht. Maar goed, we gaan nu op weg terug naar de brommer. Vond je dit nou trouwens een leuke video? Laat dan natuurlijk even een like onderin achter. Klik ook even op abonneren. Zou je me heel erg mee helpen. En ik zie jullie gewoon bij de nieuwe Jeff Vlog of JMGTA of whatever. Abonneer gewoon, je ziet het. Later!